bij deze nieuwe video. Daar ben ik weer met een nieuwe video. En ik dacht, ik ben weer terug met een leuke kerstvideo. Want het is december, dus het is weer bijna kerst. Dus ik ga vandaag echt een prachtige, flawless kerst make-up look maken. Jullie weten, voor de mensen die het hebben gemist, ik ben ziek. Dus het lukt me niet meer om echt 4 video's per week te plaatsen. Maar ik plaats gewoon zoveel als kan. Afgelopen week kon ik geen enkele video maken. Maar deze week weer wel. Dus dat maakt me heel enthousiast. En ik dacht, laten we gewoon weer beginnen met kerst. Want dat is altijd positief. En het wordt vandaag flawless. Oftewel vlekkeloos. We gaan vandaag een super mooie, smooth, glam look maken. Speciaal voor kerst. Ik ga vandaag voor groen. Want ik hou gewoon van groen en rood. Want dat is gewoon echt kerst. Maar je kunt de look maken hoe jij wilt. Je kunt ook namaken met bruin. Of met gewoon een kleur die jij prachtig vindt. Maar ik hou gewoon van groen. Dus ik dacht, ik ga voor een groene ook look. En het wordt gewoon vandaag super mooi. Ik heb al heel lang geen full glam look meer gemaakt. Dus ja, het is weer tijd. Als jij nog meer kerstlooks zou willen zien, let me know in de reacties. Want dan maak ik meer van dit soort video's in de maand december. Maar goed, laten we beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan gaan we nu snel beginnen. Oké, iets wat is veranderd in mijn gezicht. Jullie weten al van de wimper extensions. Die heb ik al eventjes. Maar ik heb nou ook powder brows, jongens. Ik heb mijn wenkies laten doen. Ze zijn nu net gedaan. Net een paar dagen terug. Dus ze zijn nog een beetje hard. Het wordt nog wat minder zwart. Maar voor nu is het eventjes dit. Maar ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk niet eens per se te zwart nu. Zo is het gewoon altijd hoe ik het gewoon altijd doe. Dus mijn wenkjes zien er echt top uit. Het is nu gewoon echt alsof ik helemaal ben opgemaakt. I love it. Terwijl ik heb helemaal niks op nu. Oké, wimpers en wenkjes zijn dus al gedaan. Ik heb weer straks een afspraak voor mijn wimpers. Dus ze zijn nou eigenlijk op hun slechts. Maar ze zitten er op zich nog best wel gewoon goed op. Oké, laten we beginnen. Het enige wat ik al heb gedaan is dagcrème. Ik ga vandaag beginnen met het gezicht. Ik ga echt voor volledige dekking. Want mijn huid is op dit moment aan het struggelen door de behandelingen die ik onderga. Omdat ik dus ziek ben. Dus kijk, zoals je kunt zien hier allemaal, hier. Dus mijn huid is op dit moment niet echt op zijn best. Maar dat houdt er niet in dat we het niet alsnog super flawless kunnen maken. Dus dat is wat we gaan doen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met deze e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Dit is echt een geweldige primer. I love it. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Mocht je daar interesse in hebben. Voor de mensen die iets hebben van Sarah, je bent ziek. Vertel ons gewoon wat er aan de hand is. Ik ben echt al heel lang aan het twijfelen. Ik moet zeggen dat ik heel tijd op en neer ga van, zal ik het gewoon vertellen of nog niet. Maar voor nu denk ik toch nog eventjes nog niet. Gewoon puur omdat ik het gewoon nog niet aan kan dat iedereen het weet. Dus ik wil het nog eventjes gewoon voor mijn eigen houden. Het is al zwaar genoeg allemaal. Maar het gaat sowieso worden verteld. Ik word ook gewoon beter. Het is allemaal gewoon oké. Maar het kost gewoon wat tijd. En ik moet er gewoon zeggen, ik kan het ook gewoon nog niet echt aan om er online over te praten. Dus ik ga het gewoon doen zodra ik het kan. Dan ga ik voor de Light Illusion Foundation van Flower Beauty. Deze is echt heel mooi. Hij is ook niet te mat, maar heeft wel heel veel dekking. Deze heb ik in de kleur. Ik heb geen idee welke kleur dit is. Tawny M4. En die blend ik gewoon in met mijn e.l.f. spons. Mijn fave spons. Jongens, ik hou ervan om mij op te maken. Ik hou van make-up. Ik moet wel zeggen, ik denk dat ik bij de video upload schema ga veranderen naar 2 keer in de week. In plaats van 4 keer. Omdat nou ben ik allemaal zo halve bak. En dat wil ik gewoon niet echt zijn eigenlijk. Dus ik denk dat als ik het gewoon verander naar 2 video's in de week. Dat het dan bij gewoon wel gewoon echt lukt. In plaats van 4 blijven forceren. Terwijl het gewoon, ja, gewoon nu gewoon echt niet lukt. Deze foundation is zo mooi. Kijk wat een mooie natural glow die zo helemaal geeft. Echt prachtig. Deze oorbellen zijn by the way van Kruidvat. Voor concealer bij de fave Huda Beauty Concealer in de kleur Kukido 4.3N. Concealer kan ik niet zonder, want hier is het bij mij altijd zo donker. Het enige wat ik nog mis om er gewoon elke dag flawless uit te zien zonder make-up is iets als concealer ofzo. Dus ik zat te denken aan de Kiwi Glow behandeling. Heeft iemand dat ooit gedaan? Let me know. Want ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want dan wil ik dus de Kiwi Glow behandeling doen. Alleen als concealer zo om de ogen heen. Dus ik ben heel benieuwd. Heeft iemand dat ooit gedaan? En wat vond je ervan? Want ik wil echt gewoon dat het gewoon hier helemaal wat verlicht. Want ik vind het gewoon niet mooi zo. Oh, ik ben ook echt zo verkouden. Super mooi. Mijn gezicht ziet er echt toppie uit. En dan voor poeder gebruik ik mijn e.l.f. Halo Glow poeder. Een hele mooie glanzende poeder, maar niet te veel glans. En dan gaan we baken om alles op zijn plek te houden. Is heel belangrijk. En dan mijn neus contouren met mijn NYX contour paletje. De meest belangrijke stap voor mij, dat weten jullie. En ik gebruik deze kleur.
En dan wat fixing spray om alles in elkaar te laten smelten. En ik heb weer mijn Maximo fixing spray. Dat hebben jullie gezien in mijn laatste vlog. Ik heb er weer echt een hoop gehaald. Dit is echt de truc om je make-up er niet uit te laten zien als make-up. Als je dit sprayt, het smelt helemaal in de huid. I love it. Zo goedkoop en zo goed, echt. En lifesaver. Dan ga ik nu beginnen aan de ogen. Dus we stoppen even met het gezicht. En ik ga voor mijn Be A Perfect Carnival Antidote paletje. Want deze heeft de perfecte kleuren. Kijk, allemaal groene kleuren. En die moet ik hebben voor deze look. Dus daarom gebruik ik dit paletje. Hij is nog te koop en het is echt een fantastisch paletje. Ik zal hem zeker halen als je houdt van dit soort kleurtjes. Laten we inzoomen. Oké, we zijn ingezoomd. Even nog de spray een beetje indeppen. Ik moet ook zeggen, wat ik fijn vind aan twee video's uploaden in plaats vier, is dan kan ik ook wat meer aandacht aan mijn video's besteden met editen en zo. Nou is het gewoon bijna meer kwantiteit over kwaliteit, maar ik wil kwaliteit over kwantiteit. Dus ja, ik denk dat jullie ook echt een groot verschil gaan zien in de kwaliteit van mijn video's als ik wat minder upload, want dan heb ik daar ook wat meer tijd voor en wat meer energie voor. Dus ja, al met al is het ook wel iets goeds. Ook al heb je misschien nou iets van, nee Sarah, wij willen gewoon vier video's. Oké. Laten we beginnen. Even mijn wimpertjes een beetje doorborstelen. Ze zijn nu dus echt heel dun, want ik heb ze al 3 weken op. Ik heb letterlijk vandaag om 1 uur een wimperafspraak om ze weer op te vullen. I love it. En ik ga ze nou ook iets voller maken. Ik ben echt veel aan het kletsen vandaag. Ik heb jullie gemist. Oké, ik ga beginnen met een oogpotloodje van Makeup Studio in de kleur Green Forest. Is donkergroen. En die ga ik eerst aanbrengen zo op de onderste wimperrand. Ik ga vandaag een beetje voor een andere make-up stijl. Anders dan dat ik normaal zou doen. Hij gaat ook in de waterlijn. Doordat ik begin met een potloodje, wordt de oogschaduw straks veel meer intens en heftig. Dan pak ik deze donkere groene kleur hier. Die is ook lekker donker. En dan daarmee ga ik het een klein beetje uitblenden. Maar ook een beetje zo hier zo omhoog, zeg maar. Dan pak ik een fel groene oogpotloodje van NYX Cosmetics in de kleur Emerald Cut. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. En ook hierdoor wordt straks de oogschaduw veel feller. Gewoon echt helemaal over mijn hele ooglid. Dan pak ik deze felgroene kleur hier, Mals. En daarmee ga ik er een beetje overheen en dan een beetje uitblenden in de arcadeboog. Dan pak ik deze groene kleur hier. En die gaat een beetje zo in de buitenste hoek om het allemaal een beetje donkerder te maken. En zoals ik al zei, dus in de intro, je kunt dus elke kleur gebruiken voor deze look die je wilt. Je kunt het ook doen met rood, met roze of met gewoon meer bruin als je meer een soft glam look wilt. En dan pak ik ook de kleur hier Ash. En dan maak ik het hier nog een heel klein beetje, nog ietsje donkerder. Maar echt maar een heel klein beetje. Wat ik ook af en toe doe, is dat ik gewoon letterlijk recht daarvoor kijk. Want dan kan ik zien hoe de oogschaduw eruit ziet als ik gewoon normaal kijk, dus niet zo omlaag. Dan pak ik weer deze groene kleur hier. En die ga ik ook nog een heel klein beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. Echt onder die andere groene kleur, om het een beetje meer smoky te maken. Dan ga ik nu ook wat glitters aanbrengen. Ik heb hier deze losse glitters van UNG Cosmetics in de kleur Emerald Green. En die ga ik een beetje zo hier zo in het midden aanbrengen met mijn NYX glitterlijm. Dit gaat echt zo mooi worden, denk ik. Ik breng eerst een beetje van de glitterlijm aan waar ik dus die glitters wil hebben. Dan ga ik zo de glitters erop deppen. Oh my gosh, kijk hoe mooi. Dit brengt echt de look gelijk gewoon naar een ander level. En dan wil ik nog iets meer glitter aanbrengen met deze glitter eyeliner van W7. En die wil ik een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan hier zo alleen in het begin, zeg maar. Gewoon voor wat extra sparkle. Niet te veel, gewoon een klein beetje. En dan ga ik nog in met deze lichte glanzende kleur hier beneden. En die gaat dan nog zo in de binnenste ooghoek. En dan is het klaar. I love it. Je kunt het gewoon zo laten, maar ik ga ook nog in met eyeliner. Ik ga even met mijn NYX eyeliner pen om een hele mooie wing te maken. Zo, en dan gooi je wimpers en dan ben je klaar. Ik weet dat het niet wordt aangeraden, maar ik ga het toch doen. Ik breng ook een klein beetje mascara aan op de nep wimpers. Omdat ze altijd wat minder zwart worden door alle oogmake-up. Gewoon een heel klein beetje maar. En ook een beetje op de onderste wimpers. Nou, ooglook is af. I love it. Het is echt, echt kerst. Ik vind het echt fantastisch. Maar nogmaals, ook heel mooi in het bruin of in het rood of roze of whatever you want to do. Dan ga ik nou mijn gezicht bronzen met mijn Inika bronzer. Een biologisch merk. I love it. En ik ben nou echt super wit, dus ik mag wel een beetje extra bronzen. Oh jongens, mijn huid.
Jullie horen me altijd over hoe mooi mijn huid is, dat ik nooit huidproblemen heb, et cetera. Dit is zo irritant. Voor blush maak ik het niet al te heftig, want alles is al heftig. Dus ik ga gewoon in met mijn Glowish Blush van Huda Beauty in de kleur 02. Deze is op mijn huid niet al te heftig. Nou, ik heb nog nooit zo weinig blush opgedaan. En we willen natuurlijk ook een Christmas glow. Ik gebruik dit paletje van Dior in de kleur 002 Glitz. En dan ga ik deze lichtste kleur gebruiken. Om mijn neus te highlighten. Dan lijkt mijn neus ook weer wat smaller. En dan mix ik gewoon een beetje zo alle kleurtjes. Breng ik hier een beetje een glow aan. En ook een beetje hier zo op mijn wangen. Dit is echt een van mijn fave highlighter paletjes. Hij kost wat, dat weet ik. Maar hij is het naar mijn mening wel echt waard. Oké, jongens, dan de lippen. Ga ik gewoon voor rood? Ga ik het gewoon doen? Of zal ik gewoon gaan voor nude? Is dit al wel heftig genoeg allemaal? Ik denk dat het allemaal wel heftig genoeg is. Ik ga voor deze nude combo lippot loodje van Nabla in de kleur nude hashtag 3. En deze lipgloss van Catrice. Kijk hoe mooi deze lip combo is. Echt fantastisch. Een perfecte nude op mij. En dan nog afmaken met deze Catrice Glowy Fixing Spray. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was het dan. Wat vinden we van de look? Ik vind het weer super mooi. Ik hoop dat jullie het gewoon ook leuk vinden om gewoon een oldschool make-up look video te zien. Ik vind ze in ieder geval nog heel leuk om te maken en ook gewoon echt om te zien. Ik kijk ze ook gewoon nog steeds bij andere mensen. En ik ben echt heel blij met hoe de look is geworden. Toch wel een beetje apart, maar echt heel Christmas-achtig. Als je dus nog meer looks wilt zien, let me know in de reacties. En laat me weten wat je vindt van deze look. Alles wat ik vandaag heb gebruikt staat ook beneden in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!